De koninklijke onderscheidingen konden vanwege het coronavirus in april niet uitgereikt worden. Maar de lintjes bleven in het vat zitten en hoefden niet te verzuren. Burgemeester Bakermans ging ze alsnog hoogstpersoonlijk zelf afleveren. Het opspelden moest hij nog wel aan anderen overlaten en het bleek maar weer eens dat die taak toch nog niet zo eenvoudig was. En wie waren ook alweer de gelukkigen, dat gaat u nu zien. Beste Thea en Jan, kinderen, familie, vrienden en aanstichters, moet ik zeggen, volgens mij, van dit heugelijke feit. Wat fijn dat jullie ons hier vandaag thuis willen ontvangen. Op 24 april heb ik jou volgens mij enorm verrast. Het was ook wel zichtbaar en op zich ook wel mooi om te zien. Vandaag geen verrassing meer, maar ik mag vandaag wel uiteindelijk de zo verdiende koninklijke onderscheiding aan je uitreiken. Ik leg graag uit waarom je deze koninklijke onderscheiding zo hebt verdiend. In Nederland en zeker ook in Landert zijn er veel vrijwilligers actief. Een vrijwilliger is iemand die zichtbaar een bijdrage levert aan onze maatschappij. Die vaak op de achtergrond veel werk doet, waardoor we met elkaar een beter leven hebben. Iemand met grote betrokkenheid bij de samenleving en een groot hart voor de medemens. Vandaag willen we jou laten zien dat we enorme waardering hebben voor wat je doet, Thea. Je bent omstreeks 1989, we hadden het net over, dat is de vorige eeuw dus waar we het over hebben, begonnen met vrijwilligerswerk binnen de Reekse gemeenschap bij parochie Johannes de Doper. Binnen parochie heb je verschillende activiteiten gedaan. Je hebt geholpen bij het opstellen en maken van de kerkboekjes. En ook ben je betrokken geweest bij het samenstellen van de gezinsmissen. En heb je een aantal jaren de taak van penningmeester vervuld binnen het bestuur. Ze mogen gewoon lekker kletsen, want volgens mij doen ze dat anders hier ook. Die ruimte hebben ze, moeten ze gewoon gunnen, ook op zo'n moment als dit. Toen jullie kinderen naar de basisschool gingen, ben je daar ook als vrijwilliger aan de slag gegaan. Ik kan me zomaar bedenken dat je met open armen ontvangen bent. Je bent diverse jaren leesmoeder en hulpmoeder geweest op basisschool De Krekel. Van 1994 tot 2002 heb je samen met andere verkeersbrigadiers een waardevolle bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid voor de basisschoolkinderen uit Reek. Dat wordt enorm gewaardeerd. Bij de KVO Reek, volgend hoofdstuk, tegenwoordig de vrouwen van nu, heb je van 2009 tot 2016 de functie van penningmeester vervuld. Je hebt gezorgd voor een financieel gezonde vereniging. Een vereniging die een ontmoetingsplaats biedt voor vrouwen met een hart voor hun leefomgeving. Die hun creativiteit willen ontplooien en aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken. En die hun stem willen laten horen in de maatschappij. Je bent nog steeds lid van de Vrouwen van Nu, afdeling Reek. En jullie ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten, lezingen, workshops, fiets- en wandelstochten en allerlei andere activiteiten. Thea, ook voor ons welzijn ben je actief bij het Eetpunt in Reek. Op deze plek komen twee keer per week een wisselend aantal gasten bijeen. Voornamelijk ouderen, om een warme maaltijd te nuttigen. Het doel van het Eetpunt is dat mensen weer meer sociale contacten opdoen door gezamenlijk te gaan eten. Deze ontmoetingen dragen bij aan het vergroten van de sociale kring en het welbevinden van de deelnemers van het Eetpunt. En op deze mooie plek, Thea, ben je vrijwilliger sinds 2014. Als gastvrouw zorg jij ervoor dat de tafels keurig en gezellig gedekt zijn, dat de gasten welkom worden geheten en de maaltijden geserveerd worden. Na afloop wordt de boel natuurlijk keurig opgeruimd en voor ons welzijn ben je het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. En jij verzorgt de planning, zodat alles ook op rolletjes loopt. Jouw rol als goede gastvrouw is niet onopgemerkt gebleven. Want ook bij de SOS ben je actief als gastvrouw. Eén keer per maand ben jij gastvrouw op de vrijdagavond. Je zorgt samen met de anderen dat de bezoekers een kaartje kunnen leggen of een spelletje spelen. Ook hierbij geldt dat het sociale aspect heel belangrijk is. Je zorgt voor een heerlijk kopje koffie, een glaasje fris of een wijntje en een lekker hapje op tafel. Het is nog niet voorbij, hè? Ergens, ja, nou, en dan zie je dus, Thea, dat het echt niet voor niks is. Bij Stichting Kansarme Roemenië zet je je namelijk ook in voor een ander doel. Een doel ver weg van huis. Daar waar hulp ook zeer gewenst is.
In Roemenië leven nog vele kinderen en hun gezinnen in armoede. Door Stichting Kansarme Roemenië worden kleren en speelgoed ingezameld. Meerdere malen per jaar worden deze met een grote vrachtwagen naar Roemenië gebracht. Samen met andere vrijwilligers sorteer je alle spullen en worden deze ingepakt voor het vervoer naar Roemenië. En of dat niet genoeg is, ben je ook nog vele jaren actief als collectant. En tegenwoordig ondersteun je dus de organisatie Goede Doelenweek Schaikreek. Ja, dat kan alleen maar mogelijk gemaakt worden door de mensen die hier zijn. Die hebben je volgens mij op een aantal momenten ook niet gezien. Waar andere moeders misschien thuis in de keuken zijn en hier ook nog eens voorlezen. Ben je heel veel op pad geweest en dat kan dus ook alleen maar als je die ruimte krijgt. Dus ook dank daarvoor. Beste Thea, de Reekse gemeenschap mag zich gelukkig prijzen met zo'n vrijwilliger als jij in hun midden. En ook Zijne Majesteit de Koning heeft het behaagd jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nou, zoals we weten mag ik jou de onderscheidingen niet uitreiken, maar ik zou jouw echtgenoot Jan willen vragen om om de onderscheiding op te spelden. En volgens mij wil je dat best doen. Ja? Jan, dan ga ik hem coronaproef hier op tafel leggen. En dan hoop ik dat jij dat zou willen doen. En gefeliciteerd allemaal. Aan de voor onze kijkers rechts, maar voor Thea links. Dus het gaat hartstikke goed zo. Ik ben blij dat iemand anders ook nog eens een keer zo moet friemelen. gefeliciteerd. En als je dan deze bos bloemen daar nog misschien bij uit zou willen reiken. Ja. Ja, gefeliciteerd. Hier zitten de overige bescheidenen. De vorige keer heb ik een oorkonde achtergelaten, ingelijst. Nou, kijk eens aan, fantastisch. Ja, heel mooi. Nou, die zat hierin, dus die ga je daar niet meer aantreffen. Wel het boek waarin staan op welke wijze de versiers gespeld zouden worden. Hier is het draaginsigne wat je zou kunnen dragen op mooie gelegenheden. En dan mogen jullie weer rustig gaan zitten, want er is nog iemand anders. En dan zou ik Piet en John uit willen nodigen om hier eens voor plaats te nemen. Dan zullen we de spotlights aanzetten. Ga maar eens lekker zitten, John, en dan goed luisteren, hè, jongen. Goed, ja, beste Piet, John, Rob, familie, vrienden, mensen die je voorgesteld hebben, volgens mij jarenlang mee ondersteund hebben, de mensen die alles in het werk gesteld hebben om jou, Piet, hier neer te zetten en met reden. Hartstikke fijn om jouw gezin, familie en vrienden hier te mogen ontmoeten in de Potter. Nou, 24 april ben ik bij jou thuis geweest en hebben we jou toch goed verrast. Vandaag is het minder een verrassing, maar ik mag vandaag wel zorgen dat de koninklijke onderscheiding die zo verdiend is, dat die aan jou uitgereikt wordt. Maar voordat het zover is, wil ik je eerst vertellen waarom je de koninklijke onderscheiding zo verdiend hebt. In Nederland en zeker ook in Landert zijn er veel vrijwilligers actief. Vrijwilligers met grote betrokkenheid bij de samenleving en met een groot hart voor de medemens. Veel van deze vrijwilligers dragen de zorg voor familie en naasten. Piet, dit geldt zeker voor jou. Ik heb grote bewondering voor de manier waarop jij samen met jouw gezin invulling geeft aan het leven. En in het bijzonder voor de zorg voor jouw zoon, John. Je zult nog veel genoemd worden, John, vandaag. Hè? Het is al 87 jaar geleden, zou ik niet zeggen, dat jij geboren bent in Haren. En je bent opgegroeid in een gezin met 4 zussen. Helaas is jouw vader op jonge leeftijd overleden en heb je al jong geleerd voor jezelf op te komen. Maar vooral ook om de zorg te delen met jouw moeder en jouw zussen. Op 15 oktober 1958 ben jij getrouwd met jouw vrouw Door. In 1965 werd jullie zoon John geboren en in 1969 werd Rob keurig aan het gezin toegevoegd. Door zuurstofgebrek bij de geboorte heeft John oligofrenie gekregen. Dit betekende en betekent veel voor jullie gezin. Samen met jouw vrouw hebben jullie altijd met veel liefde zorg gedragen voor John, zonder daarbij Rob te vergeten. Het was en is voor jullie belangrijk dat John thuis in het gezin opgroeit. Zorg dragen voor John betekent helpen bij dagelijkse persoonlijke verzorging, zoals aan- en uitkleden, douchen, helpen bij het eten, helpen bij het naar het toilet gaan. Daarnaast ook nog
zorg voor dagbesteding. Iedere dag van de week. En de dag begint al vroeg in huizen van Berlo, heb ik gemerkt. Zo rond de klok van 6:15, 6:15 voor de mensen die op een andere manier de klok lezen. En dan gaat het door tot John naar bed gaat, zo rond 8:30. Je bent een vroeg baasje, John. Hè? Er op tijd bij. In 1995 heb jij besloten om jouw baan bij de Boerenbond vaarwel te zeggen en ben je met vervroegd pensioen gegaan. Op deze manier kon je samen met jouw vrouw beter zorgen voor John. En dit hebben jullie vele jaren samen kunnen doen. Helaas werd door in 2004 ziek en kwam zij te overlijden in mei 2005. Tijdens de zware dagen van haar ziek zijn ben je ook een steun en toeverlaat geweest voor Door. Jij ging vanaf deze tijd door met de zorg voor John, samen met jouw zoon Rob. Ik heb me laten vertellen dat jij en John een twee-eenheid zijn. Waar Piet is, is John en waar John is, is Piet. Jullie genieten samen van de dag. Het zijn de kleine dingen, zoals samen werken in de tuin. Samen boodschappen doen. Samen bloemen en plantjes kopen. Ook gaan jullie samen nog wel eens koffie drinken bij de Boerenbond. Jij zorgt ervoor dat John gelijkwaardig meedraait in het gezin. Als jij de schutting verft met olie, dan schildert John mee met water. Werk jij in de tuin, dan is John druk met de kruiwagen. En samen zorgen jullie er ook voor dat de tuin bij Rob er altijd netjes bij ligt. En ik heb begrepen dat hij daar heel gelukkig van wordt. Dat dacht ik wel. Sinds 2010 word je twee middagen in de week ondersteund door Dichterbij. De begeleider van Dichterbij gaat wandelen met John of een spelletje doen. Zodat jij even wat tijd voor jezelf hebt en wat zaken voor jezelf kunt doen. Dat moet vast en zeker wel even wennen geweest zijn. Een van de familieleden vertelde dat het niet meevalt om taken van jou over te nemen. Zelfs met de beste bedoelingen van de wereld krijg je dat niet zomaar voor elkaar. En voor een deel begrijp ik dat ook. Maar als je soms even ontlast wil worden van je zorgtaken, dan kan dat nieuwe energie geven. En soms is dat toch wel handig. Ook als de jaren achter elkaar wat doorzetten. Nou, en dan het jaarlijkse carnaval in Schaik. Of beter gezegd, in het Moesland. Dit gaat niet door als John er niet bij is. John is dan ook de enige in het Moesland die tijdens de optocht mee mag spelen met de Hofkapel. En hij mag nog meerijden op de Prinsenwagen. Ik weet zeker dat een aantal mensen, ook hier in de zaal, daar ongelooflijk jaloers op zullen zijn. Op de Prinsenwagen in Schaik. Wie wil dat nou niet? John is ook altijd een vaste bezoeker van het Kemoesbal. En daar ken ik jullie eigenlijk ook het beste van, weet ik. Piet, op deze momenten geniet jij op de achtergrond mee. Ik heb het gezien. Wij weten allemaal dat John dit kan doen, omdat jij het mogelijk maakt. Jij zorgt dat hij op tijd aanwezig is met de juiste kleding en de juiste spullen. En je bent altijd weer daar als John opgehaald moet worden. Ondertussen maak jij een praatje. Ik heb me laten vertellen dat jij bijna iedereen in Schaik, Haren, Bergen, Megen en Herpen kent. En daar zijn er nogal wat. Samen zijn jullie een mooi span die elkaar goed aanvullen. Jij begrijpt jouw zoon met heel weinig woorden. John kent ook niet zoveel woorden, maar voor jullie samen is dat geen enkel probleem. De aanvragers voor deze koninklijke onderscheiding schrijven allemaal dat jij nooit klaagt. Altijd optimistisch bent en dat er een grote bewondering is voor jouw tomeloze, grenzeloze en liefdevolle inzet voor jouw naaste. En natuurlijk in het bijzonder voor John. Piet, ik kan me alleen maar vol bewondering aansluiten bij deze woorden. En ik niet alleen, want het heeft zijn majesteit de koning behaagd jou te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Helaas mag ik jou de onderscheiding niet opspellen, maar ik wil vragen of jouw zoon Rob misschien dat voor mij zou willen doen. Rob, mag ik vragen om jou naar voren te brengen en dan ben ik op zoek naar... Ah, daar ligt hij, aan deze kant, verplaatst. Alsjeblieft. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Een applaus lijkt mij op zijn plaats. Beste mensen, fijn dat wij hier in jullie tuin aanwezig mogen zijn. Beste Harry, familie, vooral familie, vrienden, kennissen. Fijn dat jij en Riek ons vandaag bij jullie thuis willen ontvangen. Ik had graag speciaal voor jou wat meer collega's van Landen TV meegenomen, maar helaas hebben te maken met de maatregelen rond corona en we zullen ons allemaal daar wat aan moeten houden. Maar zonder Landen TV geen uitreiking. Dus is Nico Verstegen onder andere hier bij ons. Om te beginnen gaan we een hele poos terug in de tijd.
om precies te zijn naar 1979, Harry. Volgens mijn gegevens ben jij in 1979 lid geworden van carnavalsvereniging De Smouskes. Je bent dat terugdenken, ik ga er maar gewoon vanuit. Ik moet de klok weer terugzetten. Ga er maar gewoon vanuit dat alles wat ik hier vertel, dat klopt. En je kunt er later een keer over corresponderen als je denkt dat het nodig is. 1979 dus. Je zou kunnen zeggen dat je er redelijk vanaf het eerste uur bij bent geweest. De eerste prins van de Smouskes, Martien van der Ven, is bekendgemaakt in 1963. In 1986 mocht jij de scepter zwaaien over het Smoudersrijk. Nadat je 1 jaar de scepter had gedragen, werd je vervolgens vorst en grootvorst van de Smouskes. Van 1985 tot 2000 was je lid van het bestuur van de Smouskes. Naast jouw bestuurstaken was je altijd zeer actief binnen diverse commissies. Bijvoorbeeld de commissie Pronkzitting, de commissie Carnavalsoptocht, commissie Halfvaste, de werkgroep Gouwe Ouwe en de commissie Spullenmarkt. Vele commissievergaderingen werden bij jullie thuis aan de keukentafel gehouden. En tijdens deze vergaderingen zorgde jouw vrouw Riek voor de nodige koffie. En volgens mij had je heel veel koffie weggeschonken. Dat dacht ik wel. Laat ik dan maar meteen even stilstaan bij jou, Riek. Want door jouw steun heeft Harry altijd de dingen kunnen doen die hij graag wilde doen. Vele activiteiten hebben jullie samen gedaan. Dus bij deze wil ik jou natuurlijk ook heel hartelijk danken voor jouw inzet en enthousiasme. Hoppatee. En om weer terug te komen bij de Smouskes. Ik heb begrepen dat jullie schuren regelmatig werden gebruikt voor de opslag van materialen. Ook werden de schuren gebruikt voor het bouwen van de prinsenwagen. En gedurende al jouw jaren bij de Smouskes heb je veel evenementen vastgelegd met jouw fotocamera en filmcamera. Voor al jouw inzet bij de Smouskes ben je vanaf 1989 benoemd tot eresmous. En nog steeds draag je je steentje bij deze vereniging. Naast de carnavalsvereniging ben je vanaf 1995 gildebroeder bij het Sint-Jacobusgilde. Dat betekent dat je dit voorjaar 25 jaar trouw gildelid bent geweest. En hier ontvang je voor de zilveren speld. Je bent al flink in het zonnetje gezet afgelopen jaar. Omdat de camera jouw passie is, heb je ook bij het gilde veel gebeurtenissen vastgelegd met jouw camera. Bijvoorbeeld bij het koningsschieten, de optochten van het gilde en optredens op vele plaatsen in Nederland, maar ook daarbuiten. Samen met Riek en andere leden van het gilde hebben jullie de begraafplaats van de patroonheilige Jacobus bezocht in Santiago de Compostela. Ik weet zeker dat je hier prachtige beelden van gemaakt hebt. Net zoals bij het eerste uitstapje wat je maakte met het gilde naar Amsterdam. Ik heb daar laatst nog wat verhalen over gehoord. Dat was meer dan gezellig. Daar hoef je nu ook niks over te vertellen. Sommige dingen moeten in Amsterdam houden. Daar werd Pater van Kilzon geëerd en jullie waren daar met het Sint-Jacobusgilde aanwezig. En jullie hebben er ontzettend veel plezier gehad, weet ik. Tijdens de bouw van het gildehuis heb je vele momenten vastgelegd, ook weer met jouw camera. In deze tijd ben je ook vele malen met jouw tractor op en neer gereden van het oventje naar het gildeterrein op de brand. Jouw hulp met die paardenkracht waren zeer welkom. Zonder deze hulp had de bouw van het gildehuis zeker meer kruim gekost. Harry, helaas laat jouw gezondheid je de laatste tijd wat in de steek. Dat heeft je ook moeten doen besluiten om te stoppen als acolyet bij de parochie Heilige Jacobus de Meerdere in Zeeland. 20 jaar lang heb je geassisteerd bij uitvaarten in de kerk. Jouw inzet voor de parochie wordt zeer gewaardeerd. En ik heb het al een aantal keren benoemd. Dat jij een grote passie hebt voor de foto- en filmcamera. Bij de Smouskes en het Sint-Jacobusgilde zijn vele evenementen en activiteiten dus door jou vastgelegd. Prachtig beeldmateriaal dat goed bewaard blijft voor nu en de toekomst. Jouw passie voor film heeft jou in 2003 doen besluiten om vrijwilliger te worden bij de Landerse Omroepstichting. Je bent vanaf 2003 actief als cameraman bij Lander TV, dat een onderdeel is van de Landerse Omroepstichting. Als cameraman heb je een grote bijdrage geleverd aan vele items voor reguliere uitzendingen en monteerde je diverse andere uitzendingen. Bij de live uitzendingen van de raadsvergaderingen, carnavalszittingen en de dodenherdenking was jij de cameraman. Vele inwoners van Landert kunnen hierdoor live meegenieten bij de evenementen. Via deze reguliere uitzendingen blijven de inwoners op de hoogte van het nieuws in Landert. Sinds je wat minder mobiel bent, ga je wat minder vaak mee op pad met het camerateam. Maar monteer je nog wekelijks de opnames die door andere cameramensen worden gemaakt. En op deze manier, Harry, blijf je je bijdrage leveren aan Landert in beeld, Gezien in Landert en Het Journaal.
Jouw enthousiasme en inzet bij Landen TV worden ontzettend gewaardeerd, Harry. Al jouw vrijwillige inzet in al die jaren heeft ertoe geleid dat Zijne Majesteit de Koning het heeft behaagd jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Helaas mag ik jouzelf de koninklijke onderscheiding niet opspelden, maar ik zou willen vragen of jouw vrouw Riek dat namens mij wil doen. Met alle plezier. Dan ga ik zorgen, Riek, dat jij de onderscheiding krijgt. En of je hem alsjeblieft op zou willen spelden. De beelden moeten wel optimaal zijn, hè, Riek? Aan de linkerzijde. Voor de kijkers recht, Riek. Gefeliciteerd. En Harry, dan mag jij Riek de mooie bosbloemen geven, want die schijnt jou goed ondersteund te hebben. Mooi, heel mooi. Ja. Ja. Ja, kijk. Fijn dat jullie er zijn, Toon, Tini. Kinderen, familie, kennissen, vrienden. Mensen die vast en zeker meegeholpen hebben om te zorgen dat je op 24 april verrast kon worden. En de reden dat je hier vandaag in het gemeentehuis bij ons in de publieksbalie zit. Bescheiden als je bent, weet je vast en zeker wel heel veel andere mensen op te noemen die een koninklijke onderscheiding verdiend zouden hebben. Je staat niet graag in de spotlights, hebben wij meegemaakt. Maar je verricht heel veel goed werk. En alle reden om je vandaag toch in het zonnetje te zetten. Ga er rustig voor zitten en probeer er maar vooral heel veel van te genieten. Laten we maar eens bij het begin beginnen. Een hele poos geleden, om precies te zijn in 1979, ben je gestart als vrijwilliger bij de Zonnebloem in Zeeland. De Zonnebloem organiseert diverse activiteiten voor ouderen, langdurig zieken en mensen met een lichamelijke beperking. Naast de vele sociale en recreatieve activiteiten die georganiseerd worden, heb jij ook de verpleegkundige taak op je genomen. Met jouw verpleegkundige achtergrond heb je de bootreizen en uitstapjes altijd vakkundig en met liefde ondersteund. Binnen buurtschap De Brand ben je al diverse jaren lid van de werkgroep Activiteiten. Je verzorgt al jaren de jaarlijkse fietstochten voor senioren, gezellige praatavonden, spelletjes en bijeenkomsten. Samen met anderen organiseer je mooie activiteiten, waardoor de sociale betrokkenheid in de buurschap vergroot wordt. En dat is zeker in deze tijd van hele grote waarde. Jouw sociale betrokkenheid heeft er ook voor gezorgd dat je sinds 2000 collectant bent voor diverse goede doelen. KWF, PMC en het Rode Kruis. De laatste jaren wordt er gebundeld gecollecteerd tijdens de Goede Doelenweek. Dit jaar wat minder vanwege de coronacrisis, maar ze kunnen eigenlijk altijd een beroep op je doen en je staat klaar om daar ook je beste beentje voor te zetten. En omdat jij heel veel uren in de dag lijkt te hebben, was jij ook jaren vrijwilliger bij gymclub De Sportvrienden. 10 jaar lang ben jij de wekelijkse sportactiviteiten betrokken geweest en van een groep mensen met een beperking. Helaas is gymclub De Sportvrienden in 2019 opgeheven. Je hebt op een enthousiaste wijze een bijdrage geleverd aan het sportplezier van deze mensen. Bij Sportvrienden begeleidde jij altijd een vaste deelnemer. En ik heb gehoord dat deze deelnemer, jij weet wie het is, echt heel dol op je is. Dat moet een hele goede en fijne waardering zijn voor de inzet die je hebt gepleegd voor deze persoon, maar voor al die andere mensen die daar aanwezig waren. Ook in jouw naaste omgeving zijn er mensen die jouw inzet ontzettend waarderen en jouw hulp nodig hebben. Voor verschillende mensen ben je mantelzorger. Mantelzorg betekent dat je hulp biedt aan iemand niet omdat je hulpverlener bent, maar omdat je een sociale relatie met een persoon hebt, zoals een familielid, vriend of buren. Die komen wij meer tegen, mantelzorgers. Maar Tini, voor jou geldt dat je mantelzorg biedt aan familie, vrienden en buren. En die komen we niet zo heel veel tegen. Jouw hulp is zeer divers.
Je gaat wandelen met mensen, samen fietsen op de duofiets. Je haalt mensen op om naar de huisarts te gaan. Je helpt met het geven van medicatie. Je gaat samen naar de kapper. Je verzorgt de boodschappen, de was. Je houdt administratie bij. En zo zijn er vast nog veel meer dingen te noemen. Naast de nodige praktische hulp neem je ook de tijd om samen een kopje koffie te drinken. Een arm om iemand heen te slaan en vooral te luisteren. Iemand zoals jij is onmisbaar voor degenen die deze zorg nodig hebben en hun naasten. Je hebt een oudoom en een tante verzorgd. Voor naaste buren geef je al ruim 15 jaar de nodige zorg. Voor vrienden ben je ook al enkele jaren actief betrokken als mantelzorger. Binnen de familie wordt aangegeven dat je altijd klaar staat voor iedereen. Ooms, tantes, broers, zussen, neven en nichten. Als er iemand ziek is, breng jij regelmatig een bezoekje om te informeren hoe het gaat. En als het nodig is, bied je hulp. Voor jou zijn dit waarschijnlijk allemaal hele normale en gewone dingen. Maar Tini, neem van mij aan dat het eigenlijk heel uitzonderlijk is wat je doet. En daarom is het ook zo fijn dat jij hier vandaag in de schijnwerpers zit. Een mantelzorger zoals jij is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Mede door jouw inzet wordt de professionele gezondheidszorg voor een deel ontlast. Je zorgt dat mensen, naar wie jij zo goed omkijkt, langer thuis kunnen blijven wonen. Je zorgt dat ze niet meer of niet buiten de samenleving komen te staan en jij maakt hun leven dus beter. Beste Tini, mensen uit jouw naaste omgeving hebben ook gezien wat jij betekent voor de maatschappij. Bij een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding worden ondersteuningsbrieven geschreven. Hierin schrijven verschillende mensen waarom iemand een onderscheiding verdient. En ik deel graag een aantal citaten die over jou genoemd zijn. Tini is een vrouw met een gouden hart, die altijd klaar staat voor anderen. Familie, vrienden, kennissen, buren, het maakt haar niet uit. Ze is er voor je. Als er iemand een lintje verdient, is het Tini wel. En die had vooruitziende blik. Als gezin hebben we de steun van Tini al ruime tijd van dichtbij mogen ervaren. Of nog een andere. Ze bezorgt iedere week een lichtpuntje in de dag door er te zijn en aandacht te geven. En deze als laatste. Als er op deze wereld nog engelen bestaan, dan is Tini er zeker één van. Die mag je in je zak stoppen. Dit zijn allemaal heel mooi, veelzeggende complimenten. Geniet ervan, want ze zijn dus dik verdiend. Gelukkig hebben enkele naasten in jouw omgeving gezien hoe bijzonder dit is en een aanvraag ingediend voor een koninklijke onderscheiding. Het doet mij veel deugd dat ik kan zeggen dat zijne majesteit de koning heeft behaagd je te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Ik had heel graag jouzelf de versiersel op gespeld, maar in het kader van corona mag dat niet. En ik zou eigenlijk willen vragen aan Toon of jij bij jouw vrouw Tini deze versierselen op zou willen spelden. Nou hoop ik niet dat je nee gaat zeggen, want jouw hulp is hard nodig, Toon. Alsjeblieft. Dankjewel. En dan aan de linkerzijde van Tini. Ja, voor de kijkers rechts. De andere kant, ja. Ja, ik heb daar jaren opleiding voor gehad, Toon. Dus, ik heb er nog niet gemaakt. Nee. Iedereen denkt dat de burgemeester zijn heel makkelijk is, maar dit is echt een van de ingewikkelde klussen, kan ik jullie zeggen. Ja, hartstikke mooi. Een bos bloemen mag daarbij. Alsjeblieft. En een groot applaus natuurlijk, hè, want dat hoort daar ook bij. Ga nog maar even zitten.